Hartelijk welkom bij, ja, hoe moet ik het noemen, RTV Internationaal of RTV Zakelijk maken we ervan. We staan hier voor, we zijn helemaal voor naar Utrecht gereisd. We zijn dus een eind weg in de grote stad en het lijkt bijna alsof wij in Marrakesh zijn. Zie u achter mij de bazaar. Maar daar komen wij niet speciaal voor. Wij komen voor Henk de Voeger. Henk Koelewijn alias de Voeger. Want hij kan meer dan alleen maar voegen. We hebben al 4 reportages aan tafel met hem gemaakt. En we zijn nu in een Spakenburgse visspecialiteitzaak. Op Kanaaleiland treffen wij hier, ja, wat moet ik nu zeggen, Henk de Visser. Man, Henk de Visser. Wat ik al zei, de Spakenburgse visspecialiteit. En wie komen we hier tegen? Henk Koelewijn, beter bekend als alias Henk de Voeger. Henk, goedemiddag. Goedemiddag. Ziet er perfect uit. Hoe kom je hier zo verzeild? Ja, we waren dus op een klusje aan het werk en die man wou zijn bedrijfje kwijt. Ik zei, nou, laten we maar eens gaan kijken. Misschien lijkt het me wat. En dan denk je, laat ik een viszaak beginnen? Ja. Die meiden die hebben altijd in de vis gewerkt en dan konden ze mooi voor de eigen werken. Ik zie inderdaad dat je familie hier hard meewerkt, je vrouw, je dochters. Ja. Dat loopt allemaal gesmeerd zo te zien. Ja, dat gaat prima. Maar nou wordt toch wel gezegd dat je ook een beetje zicht en een beetje verstand van vis bakken en vis fileren zo moet hebben. Dat heb jij dus. Ja, maar dat heeft iedereen in Spakenburg. Daar word je mee geboren. Ja, maar in alle eerlijkheid, vraag aan mij niet om een haringje te kaken. Nee, maar je bent ook geen Spakenburger. Ik had hem in zijn koppen. Nee, maar goed, nou sta je hier op Kanaaleiland. Is dat een leuke omgeving of hetzelfde geld begin je bij ons in het dorp wat? Nou, het is mij hier wel meegevallen. Ik zag er eerst wel tegenaan. Ik denk met die meiden daar in zo'n rotzootje. Ja. Maar dat valt goed mee. Ja, want de klanten die komen natuurlijk hier allemaal uit de buurt. Ze willen allemaal graag kibbeling eten. Wat is de kwaliteit van de kibbeling? Ja, supergoed. Je kan ze even proberen. Ja. Nee, maar goed. En die viszaak, heeft hij ook nog een naam? Is het Visvallei Spakenburgse Visspeciaalzaak? Heeft hij nog een naam? Ja, de Spakenburgse Visvallei. Even heel diep nadenken. Waar is dat van afkomstig? Vallei? Is dat Vallei in Eem en zo? Ja, wij wonen in de vallei, dus je moet er wat van maken. Maar goed, ik vind het wel een uitdaging. Normaal gesproken sta je natuurlijk op de steiger bij allerlei monumenten om te voegen. Nou, is dit nou ook je core business? Wat bedoel je met core? Dat snap ik niet. Is dit de hoofdactiviteit? Nee, dat is het voegen. Ja. Dat betekent dat als het weer een beetje goed wordt, dat jij gaat voegen en je familie en je kinderen blijven hier? Ja. Waar ben je goed in? Ben je goed in alles, zeg maar, in een viszaak? Nee, ik blijf achter de pan. Je bent van het bakken? Ja. God, dat is toch heel wat anders. Planten helpen is niks voor mij. Nee, je hebt hier de hele wereld, komt hier zo'n beetje over de vloer, dat is allemaal prima? Ja hoor. Als ze maar klant zijn. Ja, en niet lastig zijn. Anders kom ik achter de pan van dan. Oh ja. Eventjes, doe je dit 6 dagen in de week? Ja. Ja, als maandag is alleen schoonmaken. Ja. En zondags is rustdag. Ja, precies. En loopt het een beetje? Ja, best. Ja. En waar betrek jij dan je vis van? Haal je ergens je vis in het dorp of zo? Ja, gewoon bij de groothandel. Oké. En dan weet je ook wat je moet inkopen. Jazeker. Want wat is nou specifiek voor hier, voor op Kanaaleiland? Hier verkoop je het meeste kibbeling en lekkerbekken en haring. En waar zwemt u? En de rest is een beetje bijzaak. Je zei net al, ik ben een vreemde, nou een beetje wel, maar vandaar dat ik ook helemaal niet weet waar kibbeling zwemt. Nou, kibbeling hebben ze op een gegeven moment gewoon gemaakt, hè? Oh. Dat doen ze in de groothandel. Ah, dat zijn natuurlijk stukken van kabeljauw? Ja, dat kan, maar dat doen wij niet en dat zou veel te duur worden. Wat waar is het dan van? Pollack. Oké, maar het gaat hier rap over de toonbank. Ja. En is het ook nog zo dat we ooit een keer in het dorp kunnen bewonderen met de viszaak? Nou, ik denk het niet. Nee? Nee, dat lijkt me veel te veel concurrentie. Ja. En hier is het gewoon gezellig en je hebt hier genoeg, laat me zeggen, een goede boterham. Ja. Ik vind het allemaal wel, ik vind het wel stoer. Jazeker. Ja. Je hebt het ook wel naar je zin, dat zie ik aan je. Ja, tuurlijk. Ja. En ik vind het ook leuk gewoon voor die meiden, omdat dat ze hier wat gewoon kunnen opstarten. Ja. Oh, dus ook, nou snap ik hem. Het is de bedoeling dat jij langzaam een stapje achteruit doet en die dames, die meiden nemen dat over. Ja, tuurlijk. Oh, dus dat is met voorbedachte raden dit. Ja. En dan trekt je vrouw zich ook langzaam terug. Dan blijven die meiden hierover, zeg maar. Ja. En kunnen ze dat met z'n tweetjes doen dan? Nee, dat gaat niet. Nee. Dat is te druk. Dan kan je het niet bijhouden.
Nou, ik vind het wel geweldig. En ik vind het ook tonen van lef en durf dat je dat toch maar even oppakt. Ja, maar het was op zich een beetje slaap in de bouw, weet je wel. En dat komt op je weg. En dan, nou, dan denk je, dan moet je dat maar doen. Ja, komt op je weg. Maar als je dat met voorbedachte raden, had je natuurlijk ook kunnen kijken in Hoogland. Of een beetje dichterbij. Of misschien wel in het dorp. Nou ja, dat wil je niet. Maar daar denk je nooit aan. Je moet doen wat op je pad komt. Ja. En hoe laat begin jij dan? Hoe laat gaat het hier open? We gaan hier op 8 uur. En dan ga je eerst natuurlijk je vissen alles morgens vroeg. Dus je moet wel kwart voor 6 open. En dat doen ook die meiden, of doe jij dat? Ja, ik ga die vissen halen. Oké. En dan ben je dat vanavond door wat je moet hebben voor morgenochtend, zeg maar? Ja, sommige dingen die je ontdooien moet, die moet je wel doorbellen. En de rest kijk je 's morgens vroeg wat je voor die dag meeneemt. Oké. Nou, ik vind het allemaal hartstikke leuk voor jou en voor je familie en je gezin natuurlijk ook. Ik wens je alle succes bij. Ja. En misschien dat je nog wel eens tegenkom in het dorp met een mooie viszaak. Want is dat niet een droom dat je zegt van dat zou ik toch wel echt hartstikke mooi willen? Nee. Nou, dat is duidelijk. Vergeet om mij te vergeten. Onthou om te onthou. En weet het jij altijd weer, ek is lief vir jou. Vergeet om mij te vergeet. Onthou om te onthou, om mij te onthou. Vergeet om mij te vergeet. Onthou om te onthou, om mij te onthou. Vergeet om mij te vergeet. Onthou om te onthou, om mij te onthou. Beste mensen, Henk de Visserman, ook wel Henk Koelewijn, ook wel Henk de Voeger, heeft het ontzettend naar zijn zin op Kanaaleiland met zijn vis speciaalzaak. Is het de Vallei of Visvallei speciaalzaak? De Visvallei. Oké, hartstikke goed. Nou, dit was RTV Zakelijk, misschien ook wel een beetje RTV Internationaal. Wij keren weer terug naar ons mooie dorp en graag tot de andere keer. Dag.